kom je dit tegen, hè, in één keer. Ja. Leuk. Leuk jasje trouwens heb je aan, schat. Ja, leuk. Oh ja, die zit het beste. Ja, beter, hè? Ja. Beter nog als die andere korte shirtje. Hele goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. En Loutjes weer bij. En het is vandaag dinsdag 6 juni 2023. En het is bijna 10:30. Ja, check. Nou, ik kan weer beter parkeren als wie dan ook anders. Het is echt, het slaat weer nergens op. Nee, maar dat maakt niet uit. Wij zijn weer. Kijk, en nou is de plek, hè? Ja. En nou is de plek. Ja, ja. Nou ja, nee, kijk, want anders heb ik daar weer een probleem mee. Maar ik sta, dus daar gaat het om. En Lau is nog bezig met haar haar. Ja, precies dat. Ja, jij wel, ja. Kijk, en daar staat Luitje. Kijk, kom ze al aan, hoor. Moet ze wachten. Dus, wij gaan even lekker naar binnen bij Rattenplan, want daar zijn we nu. Bij Rattenplannetje. Kijk, de leukste kringloopwinkel van Den Haag. En dan kom je dit tegen, hè, in één keer. Ja, leuk. En dan hebben we daar weer nog steeds Loutje. Ja, hi. Ah, dankjewel. Leg maar neer, ja. Stinkt die? Oh, nee toch. Kijk. Weer een leuke zwaan, maar deze heeft mijn tante, denk ik al. Ja, het is niet uniek, zeg maar. Nee. Gaan we naar boven? Of wil je eens nog hier kijken, sneupen? Leuk jasje trouwens heb je aan, schat. Ja, leuk. Jou kijken boven? Ja, we gaan gewoon. Ik ga gewoon alvast naar boven, joh. He, waarom niet? Ja, hartstikke idee. Hoe doet Gio dat eigenlijk altijd zo? Ja, kijk, is makkelijker. Ja. Ik krijg er steeds meer feeling in, jongens. Steeds meer. Kijk, want Gio doet echt dit. Hey. Ja. Dit is wel beter om hem zo vast te houden. Tot nu toe. Ah, ze hebben nog steeds hier alles veranderd. Waar moeten we wezen? Wit. Ik moet wit hebben. Ik moet wit hebben. Ah, ja, wit. Ik moet wit hebben, maar waar hebben ze wit? Wit. Verderop, daar naartoe dus. Oh, fijn. Ja. Daar hebben we wit. Je moest een t-shirt hebben, toch? Ja, of een blouse. Maar ik heb liever een t-shirt inderdaad. Gewoon een goede witte, wit. Even witte. Hebben. Die hebben XL, dit. Ja. Dit is wel mooi, maar eeuw, deze is vies, kijk hier, check. Bah. Nee. Deze is ook vies, kijk dan. Ik weet niet of we het heel goed kunnen zien, maar... Die is wel heel mooi ook, ja. Ik zo, kom makkelijk in. Pas ik zo meteen nog wel eventjes. Sowieso. Het is iets langer.
is wel mooi. Maar welke maat is deze? Ja, staat misschien. Doe hem hier maar gewoon bij. En ja, ga je maar aan de binnenkant kijken. Ik zou dit dus en dit dus nooit aandoen, hè? Ik zou het echt nog aandoen. Heel raar, maar... En waar ik dus niet tegen kan, dat is hier, dit, zoals dit. Oh. Daar kan ik dus niet tegen. Ik zeg het even gelijk. Deze is ook wel nice, even passen. Nou, dat is allemaal, dat kan net al wel doen. Dit is een shirt. Ja. We gaan even kijken. Leuk. Ik ga jou filmen. Oeh. Ik praat en tegen de kijkers. Ik zit op u te wachten, mevrouwtje. Zit jij te wachten op mij dan? De mini playback show. Oh meid, wat ben je snel. Oh, dat is wel echt wat voor jou. Ik vind hem echt leuk. En dat past precies op die broek ook nog. Ja, precies dat, snap je? De volgende. Ja, de volgende. Leuk hè, een zwart een beetje haar eronder. Leuk. Zo kut. Dat is maar kut, had je nog wat aan? Ja, hier kut. Ah, je zit wel goed. Daar kan ik dan niet tegen. Dit gaat zo tekenen. Maar ja, ik heb ook een dingetje doen. Zo'n lesje gewoon. Oh. Ja. Maar kijk, dit zit een beetje verstrakt. Nou, volgende. Ja, next! Deze zit al wel beter dan in de hij zit wel goed, zeg maar. Kijk, dit is hij zit beter als die andere. Hè? Hij is beter als die ander. Ja, wel hè. Dus deze wordt hem ook sowieso. Deze neem ik ook. Volgende! Oh ja, die zit het beste. Ja, beter hè? Ja. Beter nog als die andere korte shirtje. Ja, deze. Kan ik beter morgen deze aan doen met nog een topje eronder. Ja. Ja, en ik heb toch een nummer deze om. Dus eigenlijk komt het. Ja, maar deze zit ook wat netter, laat ik het zo zeggen. Ja, daarom. Wel hè? Ja. Mooi, check. Meid, wat goed! Ja, goed hè? En we gaan dus weer naar beneden. Ja. Ja, lekker veel dan. Zo. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Zo, wij zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Want we kunnen ook gewoon niet zonder hier. Nee. Hallo. Zijn we weer? Ben ik weer. Zonder rouw eens een keer. Ja. Ja, precies dat. Bekende mensen. Ja, die vinden het leuk dat ik er ben. Ik moet net zeggen, ga je dat nou serieus eten? Ik niet. Ja, dat vind jij. Ach ja, wij gaan weer eens even naar de welbekende. Precies dat. Lekker nummertje bij de deur. Geitenkaas. Ach ja, en het is hier allemaal weer alleen maar dat geblaas van al die... apparaten, dat scheelt weer zo. Het is weer vol. En er is weer brood. Jee, het is weer vol. Deels vol. Hi, muis. Dat is heel weinig hoor. Moet gaan, ga dan meteen. Ik wil vanille smaak. Optimaal, sowieso. Ja, dat weet ik. Oké, er is een ruitje, dus dat maakt heel veel uit. Krijgen zo van. Er zijn ook wel mensen die er niet op willen zelf. Dus daar moet ik even rekening mee houden. Nou, en dat doe ik ook. Mag ik nog eentje doen voor mij? Yes. Nou, en rood is. En wil je dan deze er ook even bij doen en deze? Dat is het.
voor het. Zo, sorry. Ja, ik moet even rekening houden met andere mensen zelf. Ja, ik hou daar wel rekening mee, zeg maar. Alleen ik weet niet hoe dat erop staat, maar maakt niet uit. Oeh, kunnen we proeven? Is die lekker? Is die lekker? Ja, is die echt lekker? Lekker? Ja. En toen waren we bij de Jumbo, wou ik zeggen, maar dat klopt niet meer. En bij de AC Tion. Met wie anders dan Loutje. En ik heb deze gekocht. Nou ja, nog niet gekocht, maar ik ben het wel van plan om hem te gaan kopen. Lekker voor in de auto. Compacter. Ideaal. Ja, en hij blijft cool. Weet ik veel. Ja, het is gewoon koeling. Kijk maar. Het is gewoon ideaal. Dus dat ga ik ook lekker doen. Zo. Wat en wat moet jij nu allemaal weer dan hebben dan? Is dit een? Oh ja. Weet je wat ik heb? Ik heb deze. Nee. Deze dingen. Deze. Ik moet dit dus hebben. Insecten-spray nabeet. Kijk, dit moet ik allemaal hebben. Aftercare is allebei hetzelfde. Ja. Weert katten. Ja, ja. Katten schrik, nou, denk ik niet. Oh ja, en weet je wat goed is om insecten buiten te houden? Met azijnsprayen bij je kozijn en alles. Lekker ja, azijn. Ja, maar dan kunnen ze dus... Als je bent gebeten op niks, heb je ook azijn erop. Ja. Dat wel. Daarom juist. Ja, maar Emma, voor ons en gaat het weer weg. Maar voor die dieren blijft het heel lang hangen, zeg maar. Dus dat is alleen maar weer beter. Ja. Is dat dan weer? Is dat niet zo'n spray? Ja, dat is ook niet zo'n spray. Deze valt ook een beetje. Is dat ook wasbaar van dan? Ja. Oh, ja, ik zie hem inderdaad. Ruiken? Die ruikt wel lekker, ja. Laurier? Nee, het is ook lekker. Maar zo lekker, hè? Die is misschien iets lekkerder. Ja, die is inderdaad iets lekkerder, ja. Oh, Lau, wat doe je me aan? Mijn telefoon. Oh, we hebben een meid, we hebben er nog een, hè? Moet je van houden. Zo, maar ik denk als je hem gaat in water gaat doen, wat? En dat heel anders is. Maar voor mij was het zo. Nou, inderdaad, deze. Die is lekker ook. En deze. Dat is een beetje snoepjes. Dat zijn allemaal goed. Die. We nemen gewoon drie mee. We hebben we genoeg. Ja. Kan deze ook nog even in de. Ik wil net zeggen, anders loop ik met zoveel. Zo. Zo. Lekker man. Zo dan. Ja, die en die paarse, hier, deze paars van 2,50, dat is ook wasparfum. Maar dan vind ik die paars nog lekkerder, zeg maar. Hè? Huh? Die paars is lekkerder, hè? Toch wel, hè? Waarom doe je me dat aan? Ja, maar ik vind hem een beetje duur en voor 2,50. Hij ruikt gewoon fucking lekker. Ja, dat weet ik. Dat moet ik hebben. Zal ik die ook maar doen, Hand? Gewoon even jou pesten. En voor in mijn huis. Maar je kan ook één van die nemen. In plaats van de mega koopruit, dus drie van die. Hoe bedoel je? Die zijn 1,80. Ja? Dus ben je ook 5 euro kwijt, kan je dan beter twee van deze nemen? Nee. Doe dan lekker iets. Moet je ook een paarsje? Ik ga jou gewoon lekker pesten. Dan weet je niet meer met welke wasparfum jij. Ja, daarom. Die is echt lekker, hè? Ja, daarom. Ik wil nog kijken even bij de kleding. Oh, ja! Ingekomen. Oh ja, en dit is weer allemaal voor en voor vis grij. Maar je kan dit ook weer gebruiken als onze EHBO-tas. Oh, die is van mijn koppel. Ik
Wat een raar rotgeluidje, jongen. Mijn genade. Ik zal er maar van houden, hè? Geluidjes. Ik had toch niet voelen zo. Nee, voelen is vies. Hè? Wat nou? Ja, leuk hè, tijger, hè? Tijgerspeel. Oh, ja, die ja. Hij is bezig om alles eventjes te kijken of nog alles binnen is, toch? Ja, ja, zeg ik. We zijn ons best weer aan het doen. Hè? We zijn ons best weer aan het doen. Ja, nou, dat bedoel ik. Precies dat, snap je? Hij zijn ook handig, hè? Ik maak een nootje. Deze is zo. Maar je vindt ook best wel oké. Ja? Je zit ook gewoon echt oké. Dat is het een goudvat, maar... Ja, maar deze zit echt gewoon nice, zeg maar. Echt chill. Net zoals deze, die zit ook lekker. Maar kijk, ik kan daar weer niet tegen, zeg maar. Oh, jammer, want ik doe af en toe voor jou dat. Ja, maar dat is het ook. Maar dat heb ik liever zo een, zeg maar, weet je? Oh, maar die is ook. Ja, kijk maar dit. Ja, dat vind ik wel. Daarom juist. En ik heb al een zwarte, alleen die zwarte die is een beetje aan het... En of het jou staat. Kijk eens naar mij. Ho, halt je been. Je gaat te snel. Oh, wacht. Hij is goed. Hij staat jou echt wel, hè? Hij is groot. Zo'n grote hand heb ik. Nee, dat heb ik ook niet. Scheelt weer. Is deze en deze is ook wel chill, hè? Qua... Ja, precies dat. Nou, we gaan even verder kijken. Ja, en die heb ik al. Die zit zo lekker, hè? Die zit zo lekker. Inderdaad, het is bah aan mijn auto. En ook goed ook, want als ik hem open doe... Hier. Dus ik moet me echt weer schoonmaken. Net zoals hier, ook op het dak. Je ziet het wel, kijk hier. Sowieso. Het is hier gewoon weer vies. Het is hier weer vies. Kijk. Het is gewoon vies. Dus ik ga me weer schoonmaken. Dan zien jullie zo meteen wel weer het eindresultaat. En ja, zoals jullie zien. Hij is weer schoon. Wat een verschil, hè? Ja. Degelijk wel. Heel groot verschilletje. Wauwie. En daar staan er een hele hoop mensen. Leuk. Dus ja, ik heb hem weer lekker schoon. Helemaal lauw, helemaal top. Wauw. Daar ik morgen dus in Rotterdam moet zijn, moet ik nog even weer tanken. Ja. Ja. Heb je weer even opgestart zoals altijd. Deze is dus open, komt 5 zoals altijd. Bevestigd. Hoef ik er ook niet bij na te denken. Bij welke pomp ik sta. Nee. Helemaal goed. Ik zit even te denken of nog dat ik hem helemaal vol gooi of voor 30 euro. Ik denk gewoon voor 30, dus dat is 7. Ja, voor plek voor 30, maar goed. Zo zie je ze nooit en zo zie je ze overal. Ja, echt. Dit is gewoon zo. Kijk, mooi. En dan nog even eerlijk stelen, ook nog eerlijk. Eerlijk stelen, jongens. Ja, eerlijk stelen. Wat een handig. Gewoon even eerlijk stelen. Helemaal goed. En toen was ik samen met mijn liefdallige man. Ja, precies dat. Ja, nou. Vanochtend met Laura en nu met Ro. Ja. Vandaag is een keertje 2 keer. Ja, en er zijn dagen dat we helemaal niet komen. Maar nou, is het gewoon een keertje 2 keer weer. Ja. Moet ook kunnen. Nou, joepie. Joepie de poepie zeg. Hé, hey, je komt weer ons weer blij maken of zo. Ja, die pakketten daar maar even inderdaad, ja. Dat beter, kijk. Beetje helpen met opruimen. He. Dat was het hem alweer. Ja. Ja.
Dat zeg ik, dat was hem alweer. Dus niks is het voor ons, hè? Nee, wat moet ik doen? 2,50 voor een aandrijving. Nou, het is geen winter meer, hoor. Nee. Ja, hi. Wat ga jij op? Wat? Nee. Die is niet lekker, schat. En dat weet je zelf ook. Hi. Ja, dat zie ik, dat het 1,50 is, ja. Dat zit ik. Dat is heel fijn. Nou ja, dat dus. Dit moet ik even allemaal nog gaan opruimen, maar... Ga kijken dan. Nee, papa. Hi, kerel. Is het papa, hè? Oh, is het papa dan? Hoi. Deze ijs is kokenmooi. Die moet nog voor Ro, maar deze zijn voor mij. Ja. En dan heb ik hier de twee. De drie dames mag ik erbij. Hola. Roderick's auto, Seat. Dit is ook een auto. Een Ibiza. En dit is mijn autootje. En doe je moeder even een groeten. Yes. Nou, en daar gaat hij, hoor. Daar ben ik dan weer. Dit is alweer namelijk het einde van deze vlog. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik weer zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.